weet je, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen zich tegenaan aan bemoeien. Er moest zoveel in en zoveel uit. En het was denk ik al vooraf de meest ondankbare taak die je kon beginnen als schrijver, terwijl het de meest dankbare zou moeten zijn. Dus bij Nederland zelf, dat leek wel of er 16 miljoen A&R-managers, dat zijn platenbazen, hebben die daar een mening over moeten hebben. Dus het is echt zo moeilijk. Wat dacht je zelf toen het klaar was? Eerlijk. Ik dacht, wauw, het is af. Dat is zuinig. Hè? Dat is zuinig. Dat is heel zuinig, ja. Maar ja. Wat ik zeg, het was zo'n ontzettende opdracht om te maken, dat het al bijna verloren was voordat het begonnen was. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer.